Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk dank voor deze fantastische ontvangst in Krukjes op deze mooie Koningsdag. We leren het al om Koningsdag te zeggen en we nemen in ieder geval voor een aantal decennia afscheid van Koninginnedag. Maar dat hoeft niet te betekenen, dat zal ook niet betekenen, dat in al die kernen van Haarlemmermeer op zo'n fantastische wijze Koningsdag en koningsactiviteiten georganiseerd zullen worden. Dat doen mensen als Henny van Zon, dat doen mensen in de dorpsraad van Krukjes met al die vrijwilligers en dat doen ze met de fantastische ondersteuning van in dit geval de schuimkraken. Mag ik even een applaus voor... Vandaag is koningin Beatrix teruggetreden en is Willem-Alexander aangetreden als onze nieuwe koning. Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer heeft besloten elke kern die het wil een koningslinde te geven. En ik mag zeggen dat Krukjes een fantastische plek heeft gevonden voor deze koningslinde die wij zo dadelijk gaan planten. Maar ik wil graag ook eerst nog een applaus voor de mensen van Combi Groen die hier achter staan. En de medewerkers, de gemeente, bij al die locaties waar wij de afgelopen dagen geweest zijn, met grote gezelschappen, met kleine gezelschappen, in wind en regen of in zonneschijn, die er geweest zijn om de koningslinden de plek voor te bereiden en te zorgen dat er alles voorbereid is, zodat we de officiële handeling kunnen doen. En de laatste officiële handeling die wij doen met die mooie reeks van koningslinden is in Krukjes. En dat doen wij met alle plezier op deze mooie plek. Ik wens u ook voor straks een mooie voortzetting van deze Koningsdag. En ik weet zeker, dat wordt heel gezellig in Krukjes. Dank u wel. Goed dat je je laars aan hebt, Mieke. Ja, goed hè. Speciaal daarvoor schoenen gepakt. Ja, maar wij gaan eerst de boom recht zetten. Want hoe ga jij hem anders er zo in gooien? Heel goed. Je staat ervoor. Moet ik hem even overgeven?